twee volkjes naast elkaar. Eén is weer een koningin, een reservekoningin van onze VSA-teelt. Een rood gemerkte koningin. Die hebben al een honingkamer, zie ik. Eentje. Nou, die honingkamer zit goed. Is goed gevuld. Niet overlopend, maar goed gevuld. Ja, ook mooi gerepareerd al helemaal. Voel of er wat gewicht in zit. Nauwelijks. Dus dit moeten we even in de gaten houden. Er zit wat in, een kilootje, maar misschien twee, maar meer ook niet. Even in de gaten houden of er beneden wat voer is. En anders ga ik voor deze een voerraam halen. Je hangen weer veel bij je naast. En ook onder de bak hangen bijen. En dat is het voordeel van deze grote raamkasten, zoals Dadant. Ook andere kasten hebben dat voordeel. Hier zit een gaatje in de kast. Ook andere ramen. Ik heb overigens geen rook gebruikt. Dat doe ik expres om even te kijken hoe deze reageren. Dat die ook weer uit ons teeltprogramma zijn. Nou, dat ziet er in eerste instantie al goed uit. Nou, dit is het darrenraad. En boven is volledig belegd. Deze heb ik 10 dagen geleden, misschien 11 dagen geleden gegeven. En dit raam helemaal belegd. Kijk eens, wat een plaat met broed. Daar worden imkers blij van. Dus dit ziet er fantastisch uit. Deze krijgen er van mij 1 raam bij. Weegt niet veel, deze kast. Geen voer. Allemaal platen helemaal met broed. Dus dit is zo'n volk die je gaat verhongeren. In de honingkamer ook niet meer veel. Hier zit ietsjes gewicht in. Deze krijgen er van mij een raampje met wat voer bij. Nou, ik heb niet anders dan 2 halfjes. Die gooi ik in het broednest. Deze koningin mag nog 1 raam verder doorbroeden. Zo. En hier zit nog een beetje voer op. Als er dracht binnenkomt, gaan ze dit direct volbouwen. Dus er moet altijd een kantraam achter. Zo. En deze krijgen van mij ook weer 2 honingkamers erbij. Dus hier gaan heel veel bijen geboren worden. Deze erop. En hier komen dan weer 2. Een bak uitgebouwd en een bak kunstraad. Dan hebben die wel weer 2 weken wat te doen. En ik schat in dat de helft van deze bak is gesloten broed. Er waren 6 ramen, dus 3 ramen gesloten broed. Dus hier worden tussen nu en een dag of 10 20.000 nieuwe bijen geboren. 20.000. En je zag hoe vol deze honingkamer al zat met bijen. Dus die hebben echt die ruimte nodig. Ook al komt er geen dracht, die hebben echt die ruimte nodig. Ik haal alleen nog even een pakje voer. En de laatste kast van deze stand. Dit is de koningin die daaruit kwam. Dus hier heb ik met 1 raam broed in het najaar in deze kast gehangen. En met 1 raampje ernaast waar ze direct kon leggen. En toen 2 kantramen. En dat ben ik langzaam gaan uitbouwen. Die is met 4 ramen de winter ingegaan. Niet 4 ramen broed, maar 4 ramen totaal. Die is op 4 ramen overwinterd. Die hebben ook een pak fondant gehad, dat is op. En die hebben dus nu ook nog geen honingkamer gehad. Nou, daar zitten nu bijen aan de buitenkant van de kast. Als ik dit kantraam pak, kan ik jullie dat laten zien.
Dan zie je dat aan de buitenkant van het kantraam bij je zitten. En dat is eigenlijk het teken dat deze kast uitgebreid kan worden. Dus dat die meer ruimte kunnen gebruiken. Het eerste raam achter het kantraam zitten twee speeldopjes en broed. Dus koningin is ook al over dit kantraam heen gegaan. Deze kant is grotendeels belegd met eitjes. Er zit ook aardig wat gewicht in, dus dat is mooi. Daar is in ieder geval nog wat voer. En dan het volgende raam is al bijna helemaal broed. Prachtig raam. Dus deze krijgen ze erbij. Is ook nog goed zwaar, dus er zit nog een beetje voer in. Kijk, als je dit raam met broed bekijkt, dan zie je dat we deze koningin goed ondersteund hebben. Dat ze een goed broednest kan aanleggen. Hier zien we darrenbroed. Dus dit darrenbroed wil ik ook graag naar de zijkant hebben. Dit komt van het voerbakje die erop zit. Daar zit een gat. Dus dit darrenbroed mag dan gelijk naar de buitenkant. Kan deze goed aansluiten hier. Darrenbroed wil ik altijd als buitenste raam hebben. Zo. En dan ga ik nog één ramen ernaast hangen, waar de koningin nog naartoe kan. 2, 4, 5. Ja, dan is ze aan 6 ramen toe. Dat kan deze wel hebben. Ik doe even de deksel erop. En ik haal nog even een raam voor ze. Zo, dan gaat hier een moerrooster op en een honingkamer. De eerste honingkamer. Zo. Die hebben nu in de broedkamer ruimte erbij gekregen. En in de honingkamer, dat is voor nu genoeg. Die moeten eigenlijk over een week wel even gecontroleerd worden. Want dit is wel een volk wat dan nou ja, snel kan ontploffen, zoals dat dan zo mooi heet. Ik heb ondertussen nog een voerraam gevonden. Alleen dat vind ik een lelijk raam. Dat wil ik niet in mijn kast hangen. Die wil ik eruit werken. Kijk, deze bijen zit ook al gelijk bovenin. Maar die ga ik dan uitsnijden. Die snij ik dan uit in een voerbak. En dan kan die honing weer goed worden opgehaald. Deze raampjes mogen ze ook uitlikken. Zo. Dikke taaie honing. Zo. Zo voer ik dan dit raam op aan deze bijen. Het is een mooie stimulans voor ze. Het is echte honing, het is geen suikerwater. Een beetje taai is het, een beetje gekristalliseerd misschien zelfs al. Maar nog vloeibaar genoeg dat ze dat kunnen opnemen. Hebben ze een beetje water voor nodig om dat te verdunnen. Nou, water hebben we genoeg. En daar is het ook niet koud, te koud voor om water te halen. We hebben water ook dichtbij staan. Zo.
En zo voer ik dan dit soort zaken weer op. Er gaat niks weg. Het is allemaal kostbaar wat we erbij gehaald hebben. Zo. Beetje openwerken. Open snijden. Kunnen ze het makkelijker opnemen. Luchtig neerleggen. Dus van alle kanten erbij kunnen. En dan natuurlijk de klep eraf. Past er precies naast. En dan gaat dit op mijn volk. Dat staat er nu bovenop. Dus die honing kunnen ze goed verwerken. Snel afsluiten, anders krijgen we roverij. Zo kunnen alleen deze bijen erbij.